Hallo allemaal, bij deze de nieuwe kit. Het is echt een mega project, want het is heel groot. Het is 33 centimeter hoog en hier op zijn breedte 23 centimeter. En je kunt er echt heel veel uurtjes mee vullen om het te maken. Dus de winkel wordt geleverd in MDF en die ga je dus zelf helemaal schilderen en pimpen. Het leuke uithangbordje. De leuke die-cuts. De zijkant met het grote raam. Er zit ook verlichting in. Die wordt ook geleverd met de kit. En in het dak lijm je dan de verlichting. Is makkelijk, dan kun je er ook makkelijk bij. En hij past er goed tussen. Binnenin zit een tafeltje. Dat zie je op de foto's wel beter als zo op de video. En op dat tafeltje staan leuke die-cuts, stukjes stof, schaartje, een paspopje. Tafeltje is aangekleed met kant. Dus helemaal in de stijl van de kleuren en de stijl van het papier. En binnenin, ik weet niet of je het zo kunt zien, ja, zie je ook nog twee fotolijstjes. Goed, die kanden we op. Het gaat vrij makkelijk, past ook goed. En dan zit hier een album in verwerkt. Zo, zet ik de winkel even aan de kant. Het album. Het is net zo opgebouwd als het nieuwe album Old Marina. Kant aan de zijkant, een elastiek zodat je makkelijk uit de bak kunt halen. En de achterkant helemaal gekaft en gebonden met boekbinderslinnen. Nou, zo ziet hij eruit als je hem opslaat. En dan begin ik met deze. Ruimte voor een foto van 13x18. En hier idem dito. Er zit een hele verpakking die-cuts bij die je dus niet zelf hoeft te knippen. En die kun je dan daar lijmen waar jij dat zou willen. Dus je lijmt eerst je foto's en dan de die-cuts en tekststickers worden ook meegeleverd. En dan klap je het midden open. Die leuke kleine kaartjes. Hier kun je teksten op doen eventueel of kleine fotootjes. Hier is ruimte voor een 13x18 foto of twee van 10x15, dat kan ook. En dan deze. Hier zit in deze pockets een boekje waar je 10x15 foto's op kunt lijmen. En weer aangekleed met die-cuts. Dan doe je die dicht. Tak, tak. En dan hier bovenop. Deze kun je helemaal uitklappen. Dus hier kun je een foto van 13x18 doen. Hier een van 10x15. En hier zijn twee pockets aan beide kanten. En daarin zijn ten twee boekjes. Waar je fotootjes in kunt lijmen. Of eventueel tekst op kunt schrijven. Ook weer een boekje. Oh, het papier is zo leuk. Zulke mooie kleuren ook. Verder zitten er twee kaarten in. Die zijn 10,5 bij 16,5. Zodat je de vier foto's op kunt lijmen van 10 bij 15. Leuk met die die-cuts. En deze kant, idem dito, ook twee boekjes. En ook weer twee kaarten. Hier kun je eventueel nog een foto van 13x18 op doen. Ik heb de drukkere versie genomen. Maar je kunt spelen met het papier wat je wilt. En de rechterkant is een diepe pocket. Waar weer twee boekjes in zitten. Waar je 10x15 foto's in kunt lijmen.
Dus het mooie design van het papier wordt eigenlijk zo een beetje bewaard. En de foto's een beetje verborgen. Tenminste bij de boekjes. Het zou ook zonde zijn als je hier op dit leuke plaatje bijvoorbeeld een foto lijmt. Dus dit is die nieuwe kit. Een mega project. Leuk voor de lange herfstavonden straks. Moeten we echt nog niet aan denken. Maar vandaag is het wel heel warm. Dus wat zit er allemaal in de kit? Uiteraard het winkeltje van MDF. Op maat gesneden karton voor zowel de box als het album. Een volledige paperpad in My Craft Room van Mintai 12,5 × 12,5 inch. Het zijn 12 vellen. Een pakje die-cuts in My Craft Room. Tekststickers. 4 kleuren verf. Wit, mint, lichtroze en een iets donkere tint. 10 vellen kaartstok, magneetjes, boekbinderslinnen, knoopjes, lint, ja, eigenlijk alles om het, oh ja, verlichting, alles om hem precies zo te maken. Dus, nou, ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Groetjes!